Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een bullet journal video en ik heb er maar liefst 3 keer over gedaan om deze video op te nemen. De eerste keer had ik te weinig tijd, de tweede keer was de batterij van mijn camera halverwege leeg en uiteindelijk heb ik het met een derde keer afgemaakt. Daardoor zie je dus waarschijnlijk ook verschil in kleding die ik aan heb tijdens de video en dat ik eerst nagelak op had en nu niet meer. In december was er geen bullet journal video online gekomen, terwijl ik dat wel heel graag wilde. Maar ik had gewoon echt tijdgebrek, dus ik heb die video niet kunnen maken. Maar nu is het januari en nu had ik wel weer tijd om deze video te maken. Dus als jij benieuwd bent wat ik ervan heb gemaakt voor januari, blijf dan vooral kijken en dan gaan we nu beginnen. Het is natuurlijk 2018, dus daarom begin ik met een intropagina voor 2018. En ik zag dit plaatje voorbij komen op Pinterest en ik vond het wel heel erg leuk om dat na te maken voor in mijn bullet journal. Trouwens, als de kwaliteit minder goed is dan de vorige video, komt dat omdat het licht echt vreselijk was. Dus ik hoop dat het nog een beetje te doen is deze video. Ook maak ik natuurlijk een intropagina voor januari. Achteraf gezien had ik beter dit na het jaaroverzicht kunnen doen. Maar ja, dat was al te laat, want ik had dit al gemaakt. En ik dacht daar pas later aan. Maar dit plaatje zag ik dus ook op Pinterest. Vond ik ook heel schattig. Dus heb ik ook geprobeerd om na te maken. Mijn jaaroverzicht van 2018 is lekker simpel, gewoon met alle maanden en ja, dat is gewoon lekker overzichtelijk. Je kan dan zien welke datum op welke dag valt en zo, dus dat is wel heel erg makkelijk om dat zo snel en overzichtelijk te kunnen zien. De pagina daarnaast is birthdays en holidays en daar ga ik de verjaardagen en feestdagen opschrijven, zodat ik die dan kan aankruisen in het jaaroverzicht. En hierdoor is het ook weer heel erg overzichtelijk, vind ik. Dan gaan we verder met de pagina waarbij ik mijn slaapritme bijhoud. Dit heb ik in mijn vorige bullet journal video ook al gemaakt, dus ik ga niet weer uitgebreid uitleggen hoe dat in elkaar zit. Dan moet je maar even mijn vorige video kijken. De pagina daarnaast maak ik weer een mood tracker en dat heb ik dus ook al in mijn vorige bullet journal video gemaakt. Daarin kan je dus heel makkelijk bijhouden hoe je je voelt op een dag en een beetje bijhouden wanneer je wel niet gestrest bent en zo. Dus dat vind ik wel heel erg handig. Deze pagina versier ik ook nog even met wat leuke stickers van cactussen, want stickers maken het gewoon een stuk vrolijker. Oké, dan gaan we verder met mijn YouTube schema. En deze heb ik in mijn vorige bullet journal video ook al gemaakt. Lekker origineel, ik weet het. Maar dit vind ik gewoon heel handig om mijn ideeën op te schrijven, want ik ben niet zo goed in dingen onthouden, dus dan schrijf ik het op. En als ik dan inspiratie wil voor een video, dan kijk ik even in dit schema. Oké, dan is hier mijn januari maandoverzicht.
Dat is een beetje globaal een overzicht van deze maand qua belangrijke gebeurtenissen en zo. Want ik gebruik naast mijn bullet journal nog gewoon een agenda. Dus ik gebruik mijn bullet journal zelf niet echt als agenda. Maar dit is dus wel een agenda onderdeel in mijn bullet journal. Je kan dan bijvoorbeeld tentamens opschrijven en zo. Want dat zijn wel belangrijke gebeurtenissen. Dit is een nieuw onderdeel in mijn bullet journal wat niet in de vorige video aan bod is gekomen. En dit is mijn planning voor studeren. En hierin heb ik bij elke dag zo'n balkje en daarin markeer ik dan tot hoe laat ik colleges heb en zo. Zodat ik weet hoeveel tijd ik op een dag nog over heb om thuis te leren of opdrachten te maken. En daaronder kan ik dan opschrijven wat ik allemaal die dag moet doen. En dan kan ik dat afvinken als het klaar is. En dan is dit een beetje de overview van mijn bullet journal voor januari. Video voor januari. Als je het leuk vond, doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet op mijn kanaal te abonneren als je meer video's van mij wilt zien. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je abonneert. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei doei!